Is deze zaak ook in zijn omvang uniek? Want dat er wel eens een enkele huurmoordenaar terecht staat, dat hebben we wel vaak gezien. Ja. Maar hier gaat het echt over een organisatie. Men zegt zelfs een soort facilitair bedrijf voor de criminele wereld. Ja, en het gebeurt met een koelbloedigheid. Daar ben ik zelfs, en met mij ook hele ervaren regisseurs verbaasd over. Dan hoor je, of dan lees je in het dossier conversaties als van twee huurmoordenaars die dan met elkaar overleggen wat ze moeten gaan doen op het moment dat het zover is. En dan zegt de ene tegen de ander ja. Als je hem schiet, dan moet je wel zijn achterhoofd schieten. Want dat gezicht wat je anders voor je ziet, dat vergeet je hele leven niet meer. Dus ja, dat soort conversaties worden gevoerd. En het is, wat ik zeg, van een koelbloedigheid en van een wreedheid eigenlijk, die ze weerga niet kent. En je refereerde net aan het programma of aan de Netflix-serie Narcos. Ja. Dat schreef je in je column. Jij schreef in je columns, daarom zeg ik het. Je ziet er eigenlijk al elementen van terug. Ik volg die serie natuurlijk en dan zit je te kijken. En denk, ja, het is eigenlijk gewoon wat je hier in sommige fases wel hebt gezien.